Ik heb nummertje 67 en ik ben hier zondagmorgen aangekomen. Wel aardig vroeg. Zo'n 60.000 fans verzamelen zich in het Goffertpark in Nijmegen. Want daar verzorgt Bruce Springsteen vanavond de eerste van twee concerten. Fans komen uit binnen- en buitenland en hebben er lang naar uitgekeken. Sommigen hebben de kaartjes al meer dan een jaar in huis. Maar niemand had kunnen voorzien dat het zo heet zou worden. En dus doet deze Nijmeegse ijskoman hier met 30 graden goede zaken. Dankjewel. Ik woon in de buurt, dus ik kom gewoon met mijn karretje af en langs. Superleuk. Het is warm, het gaat heel avond niet regenen. Heel veel mensen komen hier zitten om een plekje te hebben. Iedereen is blij met een ijsje. Superleuk. Ik denk dat het best wel heet is. Maar ja, Springsteen zelf maakt er natuurlijk altijd 3 of 4 uur van. Dus ik hoop dat hij dat weer gaat doen, ja. Ik hoop dat we het uithouden, ja, dat het niet te heet is. Uit voorzorg waarschuwt de organisatie om goed in te smeren. Er zijn watertappunten en waterflesjes mogen mee het terrein op. Weer of geen weer, niets weerhoudt deze fans er in ieder geval van om al vroeg in de rij te gaan staan. Woensdagochtend om 8 uur waren we hier. Ja, de concerten van Bruce zijn altijd fantastisch, dus dat verwachten we nu ook weer. Er is een windje bij, dus ja, het is gewoon top. Toen ik 11 was, was het de eerste keer en toen stond ik helemaal vooraan. Ongelooflijk. En nu dus mijn hele leven fan gebleven. We came Tuesday. He's one of the greatest songwriters ever. Ik heb nummertje 67 en ik ben hier zondagmorgen aangekomen. Wel aardig vroeg. En als je echt lang wacht, dan sta je vooraan. Ik zit hier al vanaf vorige week maandag. Je moet er wat voor over hebben. Je moet er heel veel voor over hebben. Voor mij is het ook een heel emotioneel allemaal, omdat ik gewoon heel veel met zijn muziek meegemaakt heb. Om 6 uur is het wachten hier dan eindelijk voorbij, want dan betreedt de Bas het podium. Ja, Bruce Springsteen vanavond dus. En zaterdagavond staat hij in het Goffertpark op het podium. Het concert van vanavond is overigens het 60ste openluchtconcert dat sinds 1987 in het Goffertpark is gehouden. In dat jaar traden UB40 en Tina Turner op voor 45.000 bezoekers.